De Maasplassen in Roermond vormen een uitstekende locatie voor dit sportonderdeel. Ruim 90 deelnemers uit de hele wereld varen hier op een speciaal uitgezette Olympische baan. En zo te zien zit de stemming er al prima in. Vandaag hebben we een trainingsdag. Dinsdag tot en met donderdag worden de wedstrijden gehouden. En daarin kwalificeren zich de beste 10 boten, beste 10 teams, naar een finale ronde. En die varen we op vrijdag. Nog altijd is het aantal sporters en vooral topsporters dat uitkomt voor hun geaardheid erg klein. De Gay Games, die elke 4 jaar worden gehouden, bieden dus uitkomst. Nou, dat is altijd een taboe in de sportwereld en dat zal nog even blijven. Als je oud in de sportwereld, normale sportwereld, dan word je gebombardeerd en uit het team geërgerd, oftewel verwijderd, niet passend bij. Dat is het probleem in de sportwereld. En als je oud en dan heb je de kans dat je dus niet meer bij het team hoort. Maar dat is niet de enige reden om mee te doen. Nou, weil het sportlich und fair is. En Spaß macht. Warum Spaß? Want ze hebben een combi-team. Ja, wir sind ein kombiniertes Team aus österreichisch-russisch und deutsch und ich aus der Schweiz. Aber die olympische Gedachte, die zählt. Ja, nur das, nur mitmachen. Alles andere ist egal. Spaß haben. Of er nu weinig of veel winst staat, het maakt eigenlijk niet zo heel veel uit. En iedereen mag trouwens meedoen aan de Gay Games. Ja, iedereen kan meedoen. Als amateur of zowel professioneel, maakt niks uit. En waar bij de echte spelen de olympische gedachte steeds meer op de achtergrond raakt, geldt bij de Gay Games nog altijd het motto: meedoen is belangrijker dan winnen.